Ready, fight! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Perfect. Making Hollywood. Helmoet, ik moet zeggen, wat heb je gedaan in die tijd? Want je, ik bedoel, dit ziet er natuurlijk, hoe kan dit allemaal? Vandaag gaan wij naar Calabasas, home of the Kardashians en Helmoet Slappy. Een onafhankelijke filmmaker en commercial regisseur. I can honestly say you are the worst singer in America. Yes, nou hier staan we in Calabasas, prachtige locatie. Zeker. Bij Helmoet Slappy. Ja. Wie kent hem hier niet? Zes jaar geleden hebben we hem ook al meermalen gezien. Ja. Ja. Hadden wat heitjes kawaitjes gedaan voor hem. Vandaag hebben de mannen een afspraak met de regisseur Helmoet Slappy. Prachtig. Ik moet zeggen. Moet je kijken wat je gedaan hebt? Dat is toch mooi? Ja, ik moet zeggen. Het is best leuk geworden toch voor jullie? Helmoet, ik moet zeggen, wat heb je gedaan in die tijd? Want hoe kan dit allemaal? Zo gaat het hier in Amerika, in Nederland waarschijnlijk ook. Als het goed is, heb je het echt goed. Je doet gewoon wat en dan gebeuren dingen. Maar in 6 jaar kan veel gebeuren. Wat heb je allemaal gedaan in die tijd? Heel veel reclame. Wat er gebeurd is dat reclame op het internet is hier heel hard gegaan. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij van wil je een filmpje van ons maken? Want we hebben meer filmpjes nodig voor het internet. En ik dacht, nou internet, kijken misschien 4 mensen naar, die hebben er allemaal een hekel aan. Maar ik probeer het. Dus dan probeerde ik het. En het was een groot succes blijkbaar. En nu is het een bedrijfje. En op filmgebied, is daar nog wat? Op dit moment hebben we een paar televisieseries die we aan het pitchen zijn. En een film die ik in januari ga draaien. En denk jij dat jij anders met budgetten om kan gaan omdat je achtergrond anders is? Ja, heel erg. En dat geloven ze ook. En dat hebben ze gezien. Ik heb 2 films nu gedaan in Amerika. En die zijn allebei goed verkocht. Hebben we geld opgebracht en zijn voor een heel klein bedrag in elkaar. En is het dan minder leuk werken omdat je budget lager is? Of denk je dat dat hele grote hoge budget toch niet opgaat aan de juiste dingen? Nou, de Amerikanen houden van grote groepen. En daarom hebben ze die grote bedragen nodig. Omdat iedereen dekt zich in door iemand die zich weer daarboven plaatst. Dus dan de vinger gaat altijd naar de volgende persoon, want die heeft het verkeerd gedaan als iets fout gaat. En daarvoor hebben ze die grote bedragen nodig. Als je zegt van nee, laten we het klein doen, want dan, als er iets fout gaat is het ook niet zo'n heel groot probleem, want het was niet zo heel veel geld. Dat is een hele manier van denken die ze hier niet gewend zijn, maar die vinden ze wel leuk. Dus dan zeggen ze, oh dat doen een start-up, want in Amerika houden ze van plakkaatjes overal op plakken. Dan zeggen ze, oh een start-up. Dan zeggen ze, ja een start-up. En wat doet die start-up dan? Nou, die maakt films voor minder geld, die net zo goed zijn. Ja, wat doen we dan? Hoe verdienen we dan geld? Nou, we doen er 1 acteur in of 2 die beroemd zijn, die bekender zijn. En die huren we in voor 1 week, of misschien 2 weken. Nou, bijna al die acteurs hebben wel 1 of 2 weken over in het jaar. En ze hebben ook een hypotheek, dus ze denken, nou, verdien liever iets dan niets. Dus je hebt een onderhandelingspositie met die mensen. En dan krijg je een redelijke ster van $400 op een dag. Maar dat is allemaal niet, dat willen ze niet dat je dat rondroept. Maar dat doen ze wel, weet je wel. Dan zie je ze op de afzetlink staan van een film die $200.000 gekost heeft. En daar wordt die film dan hoofdzakelijk ook op gekocht. Ja, helemaal. Maar de uitdaging natuurlijk voor jou in dit soort films is natuurlijk van met een klein budget zo het maximale uit zo'n film. Ja. Dus wat zijn dan een beetje dingen waar we... Nou, waar je mee moet beginnen is een trailertje. Dus je zet voor die acteurs, die willen eigenlijk als ze niet zoveel verdienen, willen ze in ieder geval kunnen zeggen we zitten in een artfilm. Dus dan maak je een klein trailertje over wat je gaat maken. Dat kan 2 minuten lang zijn. Kan je fragmenten halen van de films, dus die kan je van dvd's afhalen. Maar het allerleukste is als je het zelf doet, gewoon helemaal. En dat is niet zo moeilijk om te doen. Bijvoorbeeld A Foreign Affair, dat is een film die we een paar jaar geleden maakten. Die wilden we David Arquette voor hebben. En die zei, wat is A Foreign Affair? En wie is Helmoet Slappy? Niemand wist het natuurlijk. Maar goed, dus we kregen David Arquette omdat we naar Rusland gingen. Want die film gaat over 2 mannen die in Rusland een vrouw zoeken. We get a housewife for 2 years and she gets her green card. Dus we gingen naar Rusland met zo'n trip met allemaal Amerikaanse mannen die dan vrouwen zoeken daar. En dat filmden we. Welcome to the exciting world of the foreign affair. Russia is where the wives are. En toen kwamen we naar huis met een clipje en dat lieten we hem zien met een Chris Isaak liedje eronder. Nou, dat vond hij helemaal fantastisch. Dus hij hoefde niet eens zijn agent te zijn. Of ja, maar hoeveel verdien je dan? Zei hij, oh, dat maakt niet uit. Ga het gewoon doen. Dat heeft hem echt over de... Ja. Hij zei, zeg maar wanneer je naar Rusland gaat en ik zorg wel dat het gebeurt. Over de streep getrokken. Ja. Fantastisch, hè? Dus het is meer de kunst om mensen enthousiast te krijgen voor iets.
En als je enthousiast krijgt, dan gaat echt alles vanzelf. Want dan heb je die acteur, de beroemdere acteur, en die heeft dan een agent. En die zijn belangen wordt ineens ook jouw film. Dus dan hoef je daar al kan niet meer voor zoveel van te doen. Want die agent gaat dan voor jou hollen en die gaat andere acteurs zoeken die zijn acteur weer helpen met die film. Dus voor je het weet heb je een heel mooi project gaande. What if she wants to kiss or something? I'll be right there with you. En je moet oefenen op je pitch. Je moet echt binnen 5 minuten in ieder geval hun aandacht hebben, weet je op. De een of andere manier moet je dat doen. En dat kan zijn met een gimmick of een truc of een... Je kan dus nooit zo'n explosie op een bureau veroorzaken of iets waardoor ze denken... Shit, dit zou leuk kunnen worden. Weet je wel, ze willen ook entertained worden. Are you not entertained? Wat ze hier leuk vinden als een project heel veel hart heeft, zeggen ze. Als het niet veel geld heeft natuurlijk. Zeggen ze, ja, ik doe het toch wel, want het heeft een hoop hart. It has a lot of heart. En ze vinden Nederlanders leuk. Ze gunnen je echt van harte alles. Dat zijn Amerikanen zo goed in. Die hopen dat het goed met je gaat en die willen je helpen. Dus als ze eenmaal zich over je ontfermen, dan gaan ze het echt helemaal doen. Dus het is, ja, het is wat dat betreft wel een heel gaaf land. Nou, het is toch wel briljant om te zien dat je na 6 jaar terugkomen gewoon elkaar weer herkent. En dat het verhaal van Helmoet exact aansluit bij wat wij van plan waren al voordat we vertrokken. Ja, het is fijn om een bevestiging te hebben dat je in ieder geval op de goede weg bezig bent. Op naar de volgende in het lijstje. Van Helmoet gaan we door de bergen in, naar een afgelegen range waar een spectaculaire training op ons te wachten staat. En wat gaan we daar leren? En daar gaan we leren hoe het is om naast het stilstaan te schieten, de tactical versie ervan te doorlopen. En dat soort dingen, daar hebben wij de perfecte persoon voor gevonden. En die zat hier naast ons. My name is Teddy Williams. I'm the owner of Tactical Shooting for Beginners Training. Prior to doing this, I spent 8 years in the United States Marine Corps. And currently I am a Los Angeles police officer. I've been with LAPD almost 23 years now. And we're out here today to show Frank and Rick how to get good hits and look good while you're doing it. Fight! You're laying in your bedroom. Someone has broken into your house with a gun. They intend to do harm. You've acquired a pistol from your nightstand and you're going to engage from the prone position laying down on your bed. Get it up and running, brother. Get it up and running. No. It's okay. Just finish the row. Eject that magazine, get that third one in there. It might have fallen on the ground, you got it? There you go. Je ziet er nog een beetje uit als een padvinder. Wat, Let's go, Rick. Work the problem. Work it. There you go. Die loopt, die ademt niet meer. Dat denk ik ook niet. Maar, One of the problems with a real world gunfight is it might not be as sexy as Hollywood would like. Mm-hmm. You know, people who attend movies to see action movies, they may not be as impressed with if you actually shoot someone and they drop like a sack of potatoes as compared to getting blown out of their shoes and through a window, which is, that would be the Hollywood part, yeah. Whereas the realism of it, yeah. You know, if you sever the spinal cord, that's it. They drop like a sack of potatoes, but not as entertaining as going through the window, if you will. From your stance, are there movies that do it correctly? Absolutely. I have to be honest, before I got involved in military or law enforcement, a good movie was just a good movie. But after understanding the modern art of gunfighting, mm-hmm. I started critiquing movies, action movies, as for realism. And some of my favorite ones right off the top of my head would be Collateral, Heat, two great Michael Mann movies. The thing that I've seen a lot in cinema, they come up, they're shooting, bang, 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 and then they automatically just transition to their pistol. Mm-hmm. They miss that one thing that we all love seeing as operators, police officers, military guys, whatever it may be, is involved in a gun battle, bang, 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 something goes wrong, you verify, then the transition. Right. That verify is always missed. And that's one of those things that when we talk about realism in cinema, I never see guys verify. Keanu Reeves did. In Wick, John Wick, okay? And, I realize for the vast majority of people, they just want to be entertained. But as a police officer, I like to see our tactics and our art form depicted properly. In de volgende aflevering van Making Hollywood. Suit it up.
Wow, is dit? Dit is echt een panzernakker gewoon. Because we're gonna do something I've never done before. Nice.